Jongens, hebben jullie het gehoord? Dat van dat Duitse kanaal of zoiets dergelijks. Ik zal jullie het eens vertellen. Er waren gasten, die waren gewoon aan het bushcraften altijd. En die wouden in het bos eigenlijk een soort eigen stuk opkopen. Om te bushcraften. In Duitsland. Nu hebben ze wel degelijk een stuk gekocht met, ik dacht, 2 bunkers erbij in het bos. En rondom dat bos kunnen ze bushcraften. En ze hebben ook nog 2 bunkers. Hele grote. Waar ze op het moment nog niet weten wat ze ermee mee aan moeten. Maar dat zou super gaaf zijn. Ik weet niet precies hoeveel ze ervoor betaald hebben. Maar dat is dus nu hun eigendom. Dus dat is wel gaaf. En ze gaan binnenkort gaan ze andere bushcrafters uitnodigen om daar te bushcraften. Dus op zich klinkt het wel gaaf. Duitsland, wow man. Ik weet niet precies hoe die wetten daar zijn, vergeleken met hier. Hier is alles in vierkante vakjes opgedeeld. Ik zal er eens eventjes gaan nakijken, want ik heb toen eens een keer, ik weet niet waar het was, op een of andere site gezien waar ze huisjes verkopen deden. En dan kon je, dacht ik, voor 20.000 euro, dus 10.000 en 10.000. Ja, 10.000 euro, daar heb je een, ja, daar heb je een auto voor, zeg maar. Dus zeg maar een goede dikke bak, hè, autootje. Daar kun je daar gewoon een huis kopen in the middle of nowhere. Het is dan wel een houten opgetrokken ding. En je zit dan heel ver weg van de stad. Echt heel ver weg. Dus je moet gewoon, als je inkopen gaat doen, dan moet je gewoon inkopen doen voor een, voor 5-6 maanden of zoiets dergelijks. De stad heeft op zich ook wel iets, een soort van kick. Ik weet niet wat dat is, maar dat heeft wel wat. Dat lijkt me ook wel een keer gaaf. Ik zit er toch aan te denken, ik weet niet of Marcel daar interesse in heeft of zoiets dergelijks. Om een keer diep Duitsland in te gaan of een ander gedeelte, misschien België of iets dergelijks. En daar is te gaan vertoeven en daar is eventjes gaan kijken wat de mogelijkheden zijn van het bushcraften daar. Dat lijkt me ook wel vet. En vooral die kanten, die plekken, heb ik daar eigenlijk nog niet opgezocht, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk beperkt met Nederland, Duitsland en België heb ik heel veel afgescand. In België heb je ook nog wel leuke dingetjes. Maar daar heb je niet zo heel extreem veel bos bij. Even kijken, jongens. Kijk eens even naar die varens. Ze beginnen allemaal geel te worden. Oei, dat is geen echt goed teken. Ondanks dat er regen gevallen is. Jongens, kijk eens even hier. Je ziet heel duidelijk dat er vogels er zijn geweest. Die hebben natuurlijk hier opgezeten. En waarom zitten ze hier? Hier zitten geen zaden in de boom of zoiets dergelijks. Dus ik weet niet wat ze hier pikken. Die zullen natuurlijk hier wel hun eigen territorium hebben. Dat is op zich ook wel gaaf, jongens. Oh man, kijk eens hoe dat eruit ziet. Jongens, heel goed opletten. Want over 3, 2, 1. Kijk eens wat we gevonden hebben. Kijk eens, deze hele dichte gesloten jungle. Waar geen vinger tussen te krijgen is. Kijk eens hoe mooi dat is. Ja, dit zou ook een mooie boom zijn voor een wildcamera. Om dit hier in de gaten te houden, wat er allemaal gebeurt. Kijk eens even hoe dicht dat is. Jongens, we gaan het verkennen. Wow, waarom staan we hier? We gaan het verkennen. Kijken wat het is, jongens. Het is hele jonge aanplant. Het zijn allemaal minuscuul kleine boompjes hier aan de rand. En het loopt gewoon hoog op. Dit ziet er zo gaaf uit. Ja, jongens, hier kun je ook heel goed stelt in zitten. Maar nu, zou er een plek zijn om in te komen? Je kan het alleen maar weten om het te gaan ontdekken. Kijk eens wat hier beneden ligt. Het ligt helemaal vol. Wow, man. Jongens, een heel gaaf bos. Kijk eens van die jonge boompjes hier. Kijk eens hoe dat loopt, jongens. We horen vogelgeluid. Het waait behoorlijk. En we hebben ze straks de roofvogel gedetecteerd. Die moet hier ook rondvliegen. Jongens, kijk eens even hier. Hier zou je eventueel je hangmat tussen kunnen spannen. Ja? En dan heb je dit uitzicht. Dat is heel gaaf, als je erover na gaat denken. Oh. Jongens, we gaan verder lopen. Wat gaat er gebeuren?
Jongens, het loopt hoog op, volgens mij, iets. Wow, jongens, we gaan eventjes hier achter die boom. We gaan heel eventjes inspectie doen. Kijk eens hoe dicht het is. Wow, jongens, het is hele jonge aanplant. Kijk eens. We horen een geluid daarvan afkomen. Er kunnen beesten zitten. We gaan kijken. Wat is dit? Oké, ik dacht dat er op geschoten was, maar dat is dus niet zo. Dit is zo gaaf. Ja, jongens. We hebben een open stuk ontdekt. Hier zou ieder moment een soort van beest weg kunnen schieten wat niet gebeurt. Kijk, en ook hier zie je heel duidelijk dat de bomen gewoon omgeknakt zijn. Jongens, kijk eens eventjes. Kijk eens eventjes naar deze mega, mega rand die hier is. Dat hele vette gesloten bos. Ja, ik denk dat Marcel deze video ook wel heel mooi gaat vinden. Kijk eens even naar deze mini boompjes die hier staan. En dit wordt later ook nog zo hoog als dit wat hier allemaal is. Ja, daar heb je hem weer. Ik moet het jullie even vertellen. Kijk eens die mini dingetjes die hier staan. In de zomer en in de winter hebben deze dingen altijd dezezelfde kleur. Dat verandert niks. Dat is wel heel gaaf. Ja, en ik moet het weer zeggen. Dit is net zo'n plek waar backpacker wildernis kan zitten. Het ziet er gewoon bijna hetzelfde uit. We waren heel lang aan het zoeken naar dit soort bossen. We konden het maar niet vinden. En nu komen we tot 2-3 keer toe dit soort bos tegen. Jongens, de zon gaat heel fel schijnen opeens. Jongens, kijk eens even hoe mega dicht het is. In Duitsland heb je stukken in het Schwarzwald waar dit kilometers aan ingesloten is. Dat lijkt me zo ontzettend vet. Ja, jongens, en ook hier zie je het heel duidelijk. Hele jonge aanplant staat hier. Kijk eens even. Hele minuscuul kleine boompjes. Wow. Kijk eens even naar deze mega, mega rond. En als ik hier de camera stop, dan zien jullie pas hoe mooi het bos is. Heel, heel gaaf dit. Echt heel gaaf. Wow, ik ben zo blij, jongens. Eindelijk een keer een stuk gevonden waar ik al heel lang naar op zoek was. Kijk eens even. En ook dat is binnen een paar jaar meters hoog. Kijk eens even hoe mooi de zon erdoor komt. Luister goed naar het geluid. De roofvogel hebben we gedetecteerd. Een hele mooie bushcraftplek. Doei!